Start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de Harddraverij en Renvereniging Drachtenprijs. Wij danken de HDRV Drachten voor sponsoring. De paarden rijden aan. Komen de baan op. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart en we komen dan de eerste meters door. Kissel Fire kwam niet al te vlot op gang. En we gaan door de eerste meters met Juliet, die direct de knuppel in het hoenderhok gooit. En de leiding pakt met Caroline Albers. Met op de tweede plaats Lucina. Zo gaan we dan de eerste bocht in. Derde positie voor VIP Junior, vierde Canona. In vijfde stelling ligt dan Inflation. Deze koplopers hebben zich wat afgescheiden van Heine Attack, Cuba Libre Ferm. Daarachter volgt dan Flaming Glory. Aan de start van het veld hebben we op dit ogenblik Camalia Joe. En laatste van het peloton naar een matige start is Kiss of Fire. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde een aanval op de koppositie en die slaagt. Die aanval wordt ingezet door Lucina. Tom Kooijman gaat zijn geliefde koppositie inpikken. Juliet op de tweede plaats, VIP Junior derde en op de vierde plaats Canona. Daarachter op een tweetal lengte Inflation, drie lengte erachter Cuba Libre Ferm. Daarachter volgt op een tweetal lengte dan Heine Attack voor Flaming Glory. Daarachter is het Camalia Joe en laatste van het peloton nog altijd Kiss of Fire. Zo wordt de manegebocht gerond en gaan de paarden op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Lucina is de leidster. Lucina heeft een lengtevoorsprong op Juliet. En daarachter op de derde plaats dan VIP Junior. Vierde is Canona. En dit viertal komt als eerste de rechte lijn voor de tribune in. Ze zijn voor de manege. De vijfde plaats voor Inflation. Zes Cuba Libre Ferm. Zevende is Heine Attack. Achtste Camalia Joe. Negende Flaming Glory. En tiende en laatste is Kiss of Fire. En in die volgorde gaan de paarden dan de laatste ronde in. Gaan zo dadelijk de Bolwijnbocht in. Met nog altijd Lucina die lengtevoorsprong heeft. Op de tweede plaats daarachter volgt Juliet. Derde positie voor VIP Junior. Schuin daarnaast naar de buitenzijde Canona. Die rijdt op, dan volgt Inflation. Zo komen we de bocht uit en zijn we aan de overzijde van de baan. Met achter de leiders op dit ogenblik dan Heine Attack, Cuba Libre Ferm, had ik al genoemd. Daarachter Camalia Joe, Flaming Glory en nog altijd Kiss of Fire nu aangesloten laatste. En we krijgen weer een attack op de koppositie. Om precies te zijn een contra-attack van Juliet, want die herneemt de kop bij het naderen van de laatste bocht. Canona zet na naar de tweede plaats. Nummer 4, die lijkt wat het beste te hebben gegeven, Lucina. Tom Kooijman moet op zoek zijn naar een tweede adem, maar daar ziet het niet naar uit. De Inflation ligt nu op de derde plaats. Cuba Libre Ferm die gaat naar de vierde plaats. En daarachter is het dan Camalia Joe. Dat zijn de frontrankers als de paarden de laatste rechte lijn naderen. Juliet gaat parmantig aan de leiding met een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats volgt Canona. Daarachter Inflation naar de buitenzijde komt Cuba Libre Ferm naar voren. We zijn in de laatste rechte lijn. Nog 200 meter te gaan. Juliet aangepakt door Canona. Canona aan de buitenzijde van Juliet. We gaan de laatste meters in. En daar komt aan de buitenzijde Cuba Libre Ferm. Maar het is Canona die leidt. Cuba Libre Ferm die probeert het hard. Canona voor Cuba Libre Ferm. En op de derde plaats Juliet. Uitgeschakeld, alsnog uitgeschakeld nummer 10.